die jankte over zo'n Formica tafeltje die hier in de San Francisco heeft. Mm. Een hele mooie autosleutel waar hij steeds mee speelde. En af en toe informeerde hij Roosje, of ze Roosje hadden gezien. En na een tijdje werd mij duidelijk dat het verhaal was dat hij haar uit het leven had getrokken. Want zij was dus ooit prostituee geweest. Ze waren in Amersfoort gaan wonen, ze hadden een mooi appartement. Maar elke keer als het fout ging in hun relatie, dan spoorde zij weer naar Amsterdam om met haar vriendinnen. Een soort zusterschap natuurlijk tussen mij. Om daar dan weer te gaan kletsen en klagen over hem. Looking for Rosie on your red light district. His eyes filled with tears that come from anger, come from fear. Looking for Rosie, how he loves that little bitch. Tonight he's sad to show her that he cares. Oh, he cares so much. It was live at some pleasure. There's all our fights on the smooth. Hij heeft een sentimenteel advies. Ook al of die nog zo cool. En dan sta je echt met je bandje te spelen en ook van je 1000 gulden of zo. En dan moet je eerst nog een PA afrekenen en alle rollies en busjes. En hield jezelf weer helemaal niks aan. Ja. Nee, wat? Going through this country now, from the northern borders to the south. Heel vaak dat ik nu later zou boven dat eruit. Ik heb 4 jaar lang als straatmuzikant mijn kantoor gehad. En dan kwam ik een meisje tegen, die de Rosie, en daar gaat het liedje over. Dat was Rosie, die was van Amersfoort op recht naar Amsterdam, etc. Ik moet blijven draaien, want ik sta tweede rood. Bij die eikel met die bontjas, bij die achterlijke kloot. Die al mijn gaten vol spuit, morgen spuit ik hem vol met lood.